Assembleevoorzitter Marinus B. is van mening dat grondbeleid in Suriname beter moet. Tegenover journalisten zei B. dat mogelijke fricties tussen de AWOP en VHP hem als parlementsvoorzitter niet interesseren. Voor B. moeten de wettelijke regelingen ten aanzien van grondkwesties ten alle tijde worden nageleefd en niet anders. Vorige week donderdag dienden slachtoffers van grondroof een petitie in bij het parlement om aandacht te vragen voor onrechtmatige gronduitgifte. Want niet nu hebben we problemen, jaren, ja, en ik denk dat we met elkaar moeten zitten als beleidmaker en zeggen, waar schort het aan? Is het wetgeving? Als het wetgeving is, laten we naar kijken. Als het beleid is, laten we naar dat beleid kijken. Maar ook moeten we het misschien in een ontwikkelingskader plaatsen. Ja, want wilt u eens gronden geven, wat bereik je als land ermee? Ja, dus die discussie moeten we voeren met elkaar. En ik hoop. Voeren? Nee, dat is niet een kwestie van wat meneer B. wil, wat het land wil. En ik denk dat we daarnaar moeten kijken, met z'n allen, om rust te brengen, ja, in het probleem van met gronden in het land Suriname. Bestel dat er in Suriname afgekeken kan worden hoe andere landen grondzaken reguleren. President Santokki stelde in het weekend publiekelijk dat personen die geconfronteerd zijn met dubbele gronduitgifte hun perceel niet zullen kwijtraken en beloofde dat er ordening komt in de branche.